Deze beschouwing die valt in die serie De wereld, haar oorlogen en de waarheid. Misschien tegen de tijd dat ik hem upload, dat ik toch nog even het woordje Illuminatie erin ga zetten. Want het werkt beter op het vangen van, <laughs> van kliks of jezuïeten. Maar als je het hebt over de wereld en haar oorlogen. Dan kom je op die clubs uit. En de primaire is dan de, de club van de sociëteit van Jezus. Die was uh, eerder. En heeft de Illuminati, de, de Bijerse tak, dat weten we zeker, opgericht. De Bijerse tak van de Illuminati die is opgericht door Adam, Adam, Adam Weishaupt. En die was docent aan de universiteit van Ingolstadt. En hij doseerde kanoniek recht. En kanoniek recht, dat is het recht van de... Het rechtssysteem van de universele kerk. En de universele kerk, dat is... Dat, ja, die is van de jezuïeten. Dat was eerst niet zo, hoor. Dus voordat de jezuïeten zo machtig werden, bestonden ze helemaal niet. Maar de jezuïeten zijn aan de macht gekomen in 1540. Eerst nog als een gewone afdeling van de kerk die zich zou bezighouden met het bestrijden van het protest tegen de universele kerk. En waarom ook niet? Als iemand begint met een universele kerk op te richten, dan zou elk weldenkend mens onmiddellijk de haren overeind moeten gaan staan en zeggen ophouden ermee. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Even een zijsprongetje te maken. Kijk, het geloof. dat is per definitie universeel. En een kerk. per definitie niet. Een, een kerk is een gemeenschap. Het Griekse woord wat gebruikt werd. in het Nieuwe Testament. en wat vertaald is als. church in de King James en kerk in de Statenvertaling. Dat Griekse woord, dat was Ecclesias. En dat betekent zoveel als gemeenschap. Nou. En een gemeenschap is lokaal. De Bijbel is universeel. Het woord is universeel. En de kerk niet. De kerk is per definitie lokaal. En als je de kerken wil gaan verenigen, waarom zou je dat willen? Waarom zou je de kerken willen onderbrengen onder één universele kerk? En al helemaal de universele kerk die we nu hebben, die een mengelmoes is van echt van alles. Terwijl het christendom, dat is geen mengelmoes van van alles. Het christendom begint met het boek Genesis en het eindigt met het boek Openbaring. En dan heb je het gehad. En nee, we gaan niet de pokomonku ook nog aanbidden. Ja, maar de Pokemonku dat is de godin van het oerwoud. En ja, die moet ook aanbidden worden. Nou, dat doen de heidenen maar. Maar dat doen wij niet. Wij doen ook niet aan dingen zoals kaartje leggen en toekomst voorspellen en dat soort zaken. Die dingen kunnen allemaal wel werken en dat doen ze ook. Ze werken. Maar wij doen dat niet. Wij, de christenen, doen dat niet. Daarom willen wij ook geen universele kerk. Dat is nergens van nodig. Dat is zelfs. Contra. Want wij zijn niet gelijk de heidenen. Maar goed, de universele kerk die trekt zich niks aan van dit soort protesten. En die ramt gewoon door. En in 1540 hebben ze een groep aangesteld. onder leiding van Ignatius de Loyola. om het protest tegen de algemene kerk de kop in te drukken. Of beter gezegd. Koppen af te hakken. En te moorden. En te doden. En dat hebben ze gedaan. En ze zijn. Uh, doorgegaan. En momenteel is het dé organisatie binnen de universele kerk. Die daar de boel draait. Ja, en binnen de Universele kerk heb je heel veel van die onderafdelingen, zoals de Ridders van Malta en de Dominicanenorde, en de Fransiskanenorde. Ik, ja, ik ben niet zo'n katholieke kerkkenner. Maar er zit er een hele hoop in. Hè? En van al die subafdelingen zijn de jezuïeten nummer één. Ja, ja. En zo heb je in een paar regels de hele wereldgeschiedenis op een rijtje gezet. En meer valt er ook niet over te vertellen. Ja, om te vertellen wat die jezuïeten nu precies hebben uitgesproken in welk jaar. Dat is het enige waar je het over kan hebben. Er is dat boek van Frederik de Persosi, Rulers of Evil. Dat kan je gratis en voor niks downloaden. Dus jij kan het ook zo, in, 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 binnen een minuut heb je het op je harde schijf staan. En het is makkelijk te printen. Dan kun je het ook nog uh, van papier aflezen. Maar ja, je kan ook zeggen: ik bespaar dat. En ik lees het van het scherm. En je moet er Engels voor kennen. Ja, okay. En als je het liever in het Duits leest, dan moet je op zoek naar uh, Herser des Beuzen. Of die Hersers des Beuzen. Of der, nee, des Beuzen, dacht ik. Dus in het Duits vertaald door een kennisvriend Van Jurk Liesman. En heb je ook nog dat boek. Uh, Behind the Dictators. Van. weet die man ook weer? Bill Hughes. Bill Hug. Hes. Hug. Hes. Op zijn Nederlands. Hug. Hes. Bill Hooch. Hé, zei Jurk. <laughs> jurk Liesman tegen mij. Dat, dat zeg je niet goed. Het is Bill. Ja, Bill Yous, of zo. Je moet het gewoon snel zeggen, dan zeg je het tenminste goed. Het is in ieder geval niet Bill Hooch's. Maar zo heet hij wel. En die heeft een boek geschreven. Behind the Dictators. En dan zien je het. En dan kan je ook nog, als je dat niet genoeg is, dan lees je dat boek van PD Stewart, een Brit. En het heet Code Word Barbelon. Dat kan je niet gratis downloaden. Dat boek wordt nog uh, verkocht, want meneer PD Stewart is nog in leven. Dus dat is. Dat, dat moet je dus kopen. Niet eens goedkoop, by the way. Maar het schijnt zijn geld waard te zijn. En heel actueel: de codewoord Barbeloon is geschreven in de 21ste eeuw. En als je dat leuk vindt, dan kan je luisteren naar Tom Fresh. En die leest, leest voor uit dat boek. En dan leest hij een stukje voor, en dan gaat hij het toelichten, en dan leest hij weer een stukje voor, en dan ligt hij het toe. En Tom Fresh heeft een mooie stem, vind ik. Een duidelijke stem. Hij praat niet binnensmonds. Hij praat ook niet heel snel. Dus Ik kan het heel goed volgen. Maar hoe zit het nou met ons? Hè? Waarom hebben wij dit zo ver laten komen? Nou, dat komt omdat wij ongelovig zijn geworden. Of beter gezegd, wij hebben de, de doorbraken in de wetenschap niet goed bestudeerd. En wij zijn op basis van uh, ja, de, de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. Zijn wij maar even door gaan fantaseren. Van het. Oh, in de wetenschap zullen ze dan wel dat en dat al lang verklaard hebben. En een jong iemand zei laatst tegen mij. toen ik aan hem vroeg. Van wat is volgens jou de oorzaak van het leven?. Dan keek hij me zo aan. en zei hij. nou, dat was toch iets met evolutie of zo? Dat is toch al lang verklaard waar het leven vandaan komt? Kijk, wij zijn vergeten. Wij. of ja, niet vergeten. Wij. Wij geloven dat de wetenschap het ontstaan van het leven al lang heeft verklaard. Net zo goed als dat er mensen zijn die geloven dat Osama bin Laden en al die handlangers van hem. die zijn toch al lang voor de rechter gevoerd en veroordeeld. Die hele zaak is toch al lang uitgezocht. Dat geloven. Dat, kijk, dat geloven de mensen. We zijn goed gelovig geworden. Wij geloven eigenlijk maar alles. En als iemand wat zegt, oh ja, nee, sabo." is We geloven alles, als het maar niet een universele waarheid is. Als iemand gaat zeggen van, nou, het is altijd zo dat, dan zit iedereen, nee. Nee, 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 iets kan niet altijd zo zijn. Nee. Nee, het is altijd nog uh, subjectief hoor. Want uh, dat zegt de wetenschap. Dus die, die relativiteitstheorie van Einstein, zeggen ze dan: Alles is relatief. Het, dat heeft ermee te maken dus dat onze ongelovigheid. komt doordat ons kennisvermogen, ons kennisvermogen, ons wetenschappelijk. De verzameling van de wetenschappelijke kennis die we ons eigen hebben gemaakt. Dat laatste stuk hè, dat is gewoon de, de keiharde kennis. Dat laatste hebben we helemaal niet meer. Dus wij meten niet meer. Wij, wij doen niet meer aan zelf bepalen of iets nou wel of niet is. Uh, wij geloven het wel dat als we op het journaal zeggen dat het zus en zo in elkaar zit, nou, dan is dat zo. En waarom? Nou, zij is op het journaal. Wij controleren niks meer. Nou, daarmee is ons hele weten gebeuren uh, heeft het niveau van een uh, achtergebleven naarslak... En op dat terrein van het weten, dat weten doen we niet meer, dus we geloven alles maar op dat terrein. En dus heeft ons geloof geen zeggenschap meer, geen slagkracht meer op het terrein waar het geloof hoort. Namelijk bij het antwoord op de vraag, waar komt het leven vandaan? Wat is leven? Wat is het doel van leven? Wat is de aard van een samenleving van mensen? Wat is zelfmoord? Dat zijn de vragen waar het geloof je antwoord op geeft. Een vriend van mij. Ik zal proberen zijn naam niet te noemen, uit respect. Maar hij is uh, katholiek opgevoed en hij was zelfs uh, behoorlijk trouw katholiek. Hij ging ook naar de biecht en naar uh, de mis. Want als je niet naar de biecht ging, mocht je niet uithouden. Hij is van na het Vaticaans Concilie, het Tweede Concilie. Dus... Maar hij is nog naar de biecht geweest. Ter biecht geweest. En toen hij in de puberteit kwam. heeft hij zijn geloof aan de wilgen gehangen. Hij heeft nog één keer. ja, met een hele negatieve vooringenomenheid. heeft hij de Bijbel van A tot en met Z doorgelezen. dichtgeklapt. In twee dagen tijd zit er erheen geroust. Misschien in totaal zes uur. Beweert hij dat hij de Bijbel heeft gelezen. Nou, dat kan niet. Je kan niet. 1100 pagina's lezen in 6 uur, dat, dat maak je mij niet wijs. Dat is 160 pagina's per uur, man. Dat is 3 pagina's per minuut, zo'n beetje. Dan moet je dus Genesis 1 en 2 moet je in 1 minuut lezen. Dat kan toch niet? Nee. Maar goed, hij is dan uh, helemaal geloof af. En de Bijbel, dat is één grote Larikoek. En... en dan beweert hij ook nog dat Immanuel Kant. Daar is hij dan een grote fan van. En uh, ja, Immanuel Kant is van. Uh, wat had hij het ook weer? Ja, dat is En toen zei ik tegen hem. Uh, Immanuel Kant, de gestalt. Ja, de gestalt. nou, dat zegt me helemaal niks. Immanuel Kant, dat is de filosoof, die heeft opgeschreven. En daarom moest ik het weten opheffen om ruimte te maken voor het geloven. En dan werd hij kwaad, jongen. En waar staat het dan? Dan moet je wel met bewijzen komen. Ja, hij mag wel gewoon zeggen: uh, Immanuel Kant is van dikke stout. En dan vraag ik aan hem: van, uh, waar staat dat dan? En dan zegt hij, ja, dat weet iedereen toch? En dan kom ik met: uh, het weten moet ruimte maken voor het geloven. En dan ben ik de, de pier. Krijg ik de zwarte Piet. Ja, ja. Maar zo iemand dus, wie... Dat vind ik zo'n typisch voorbeeld van een ongelovig iemand. Dat de, de kennis is zo laag. Maar zo iemand... Dat is eigenlijk de allerergste vorm van nonkennis, Is dat zo iemand dan denkt dat hij heel veel weet van het werk van Immanuel Kant. Terwijl hij niet eens weet van de thesen... Van de Kritiek der reinen vernuft. De Kritiek der reinen vernuft, dat is zijn hoofdwerk. Van Kant. En die zin van en daarom moest ik het weten opheffen. om ruimte te maken voor het geloven. Die, die komt uit dat boek. Uit oh, het voorwoord bij de tweede editie. Het is met name die zin waar de halve wereld overeengevallen is. Toen Emmanuel Kant. Dood was. Toen werd de balans opgemaakt. En waren er. 500 publicaties gemaakt, gedaan. En dan heb je het dus over. het einde van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Toen was er nog geen internet. Met iedereen een pdf'je. Want tegenwoordig kan iedereen wat publiceren. Dat maakt dan maar geen donder meer uit. Nee, toen was het allemaal nog handwerk. 500 boeken of zo over de kritiek der Rijnen vernoemd. De, de hele wereld was tegenkant. De hele wereld vond het belachelijk. Een beetje ruimte maken voor het geloven. Denkt die vent uit Koningsbergen wel niet? Ons een beetje de les lezen. En allemaal kwaaie dingen. Die allemaal nergens op sloegen. Al die kritieken op de kritiek der vernoemd, die... Er is, er is er geen één meer die nu nog gelezen wordt. De kritiek de Ruine vernoemt: dat is een werk dat staat als een huis. En heden ten dagen is het ook nog steeds zo dat de wetenschap niet kan vertellen hoe leven ontstaat. Anders dan dat de wetenschap zegt, van nou je hebt gewoon leven. Hè? En uh, ja, en dan, uh, ja, dan krijg je nieuw leven. Ja, uitgaande van leven krijg je leven. Ja, dat snap ik ja. Maar als je nog geen leven hebt, waar komt dan leven vandaan? Of was er altijd al leven? Dat zegt de wetenschap dan. Nou, er was altijd al leven. Ja. Ja hoor. En dan had je dus je, je Stephen van Hawkins en met zijn Big Bang. Hè, maar toen was er al leven. Dus. Dat is absoluut een absolute lulkoek. Wetenschappers kunnen. Dus, kunnen Ik kan er maar niet nadenken. Er was al leven ten tijde van de Big Bang. Nee, dat hebben we niet gezegd. Nee, dat hebben ze inderdaad niet gezegd. Maar waar komt het dan vandaan? Vlak na de Big Bang was er in een leven... Ja, maar waar komt het dan vandaan? Hoe kan het dan ontstaan? En waarom kan het tegenwoordig dan niet meer ontstaan? Uit het niets. Nou, dat is allemaal te gek voor woorden. Men... Men kletst maar wat. Ik heb hier een boekje in huis... Het heet uh, Over de causale verklaring van het leven. En daarin staat dat uh, de theorieën van Hekel. Hekel. Niet die, die hegel uit, uh, van uit de 19e eeuw waar Schopenhauer zijn hekel aan had. Maar H A-E-C-E-L. Het is hekel. En K. En Darwin. En die man van dat boekje, die auteur, professor Dr. Jordan, die zegt dat de theorieën van die beide heren, en die ene was dus van Charles Darwin, schrijft, zegt hij letterlijk: die behoren niet meer in onze eeuw. Dat is dus 1940, hè? Dus inmiddels 80 jaar geleden. Mijn dochter die, 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 waagt het nog om tegen mij te zeggen. toen ik daarbij stilstond. dat ze zei. Nou, jij, jij wilt per se gelijk hebben. Ik zeg: Nee. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij om de waarheid. En die professor Dr. Jordan. die doet zo'n uitspraak over. het feit dat dus de theorie van haeckel en van Charles Darwin. dat het niet meer thuis hoort in de 20 e eeuw. Dat doet hij. Op basis, naar aanleiding van experimenten die uitgevoerd zijn. Met de embryo's van axolottels of zo. Dat zijn van die uh, diertjes met een uitwendig kieelsysteem. Als ik het goed zeg, hele vreemde beestjes. En dan zegt zo'n man, zegt zoiets. Dat zegt die man niet voor niks. Hij heeft trouwens ook een kritiek op Immanuel Kant. Maar dan een kritiek waarvan ik zeg van nou. Dat. Uh, huh? Want Kant geeft wel duidelijk aan dat. Uh, ja, dat is eigenlijk wat Kant doet. Hè? Kant zegt heel duidelijk: de wetenschap gaat maar tot aan hier. En professor Jordan en zijn team, die hebben dus experimenten gedaan, die als het ware een kijkje geven in, in dat wat je niet kan meten en niet kan weten. Dus eigenlijk over de grens. Terwijl Kantus heeft gezegd. Nee, wetenschap vliegt altijd binnen die grens van het meetbare en het kenbare. En kan er nooit aan voorbij gaan. En hun kwamen met hun experiment verder. Ze zeggen dat een levend wezen gevormd wordt door iets wat wij niet kunnen zien. En dat atomen, atomere deeltjes, die rangschikken zich in die vorm die dat wezen heeft. En die vorm die dat wezen heeft, die, die kunnen wij dus niet zien, maar die is er dus. En we nemen dan die vorm van dat wezen waar, doordat allerlei atomen zich uh, vrijwillig gaan rangschikken in die vorm. Uh, dit, dit, als je denkt van, ah, die man, dit, dit is wel een heel gek verhaal wat hij nou uh, zegt, dan begrijp je me goed. Ze zijn atomen die zich vrijwillig rangschikken, of ja, door een soort magneetkracht worden ze aangetrokken, zeg het maar... En dan rangschikken ze zich en dan vormt dat uh, zoiets als een periwinkel die dat tegen jullie gaat vertellen, dat hij een boek heeft gelezen van professor Dr. Jordan. Huh? Ja, dat is. Die vertelt dat het zo zit. En uh, professor Dr. Jordan is niet de enige in de 20 e eeuw die met dit soort baanbrekende uitspraken kwam. Want iets van 40 jaar later, nou 30 jaar later, kwam uh, Rupert Sheldrake, die Brit. En die kwam met het begrip morphogenetische resonantie, of morphic resonance. En morpho, of, ja, morph betekent vorm is dus ook weer die vorm. Hij zegt, het Sheldrake zegt. dat er vormen. dat er velden zijn van vormen. Dat moet je even goed begrijpen. Maar dus de, de rat. dat zien wij als. Uh, allemaal, ja, je kent al die beestjes, hè? dus we hebben één rat, twee rat, drie rat, en we kunnen ze tellen. <laughs> dat klinkt een beetje gek wat ik nou zeg, maar. dat is wat we zien. Huh? En nou zegt Rupert Sheldrake, ja, en wat je niet kan zien is dat er een veld is waarin de vorm van die rat zit. Er is dus een vormveld, net als een radiografisch veld of een magneetveld of whatever, zwaartekrachtveld. Zo is er een veld en dat heet, als het ware, zit er een bordje onder en er staat de rat, dat betekent de bruine rat. Dat is ergens, dat veld. En dat veld creëert die ratten. Dat is net zo, uh, noem het maar, van de pot gerukt. Als die uitspraak van Jordan. Die ook spreekt over velden die je niet kan zien. En waarvan je alleen de gevolgen kan waarnemen. Maar die velden, die zijn de werkelijkheid. En wat wij zien is een, een voorstelling van die werkelijkheid. Waarmee je dus gelijk weer terugkomt in de woorden van Arthur Schopenhauer met zijn prachtige werk. De wereld als wil, dat zijn die velden. En voorstelling, dat wat wij zien. Dus wij leven in een hele magische wereld met velden om ons heen die wij niet kunnen zien. En die creëren dingen. Dat weten wij nu vanuit de wetenschap en de filosofie. Dat weten wij. En dat leren wij onze kinderen niet. Wij laten onze kinderen met opzet dom houden en die ouders vinden dat ook al lang best en hoeven die ouders tenminste ook geen boek te lezen. Kunnen ze ook fijn kijken naar kattenfilmpjes of andere kattenfilmpjes met een u in plaats van een a. Nou, dat is onze toestand. En... Als wij nou bijbelgelovende mensen waren en we deden niet aan wetenschap, dan was dat nog tot daar toe. Want als je aan een christen vraagt, waar komt het leven vandaan? Dan zegt hij, nou ja, dat je dat nog vraagt. Je koopt een Bijbel, die sla je open en in de eerste zin staat Genesis 1. Hè? Daar staat: uh, In den beginnen schiep God hemel en aarde. Dus ja, waar komt het leven vandaan? Ja, van God. Dat zegt een christen. Dat zegt een, een jood. Iemand die in de Torah. Of de... weet het ook weer dat andere, die andere benaming? De, de, ta, ta, de Tanach. Die mensen zeggen dat ook. In het Hebreeuws klinkt het ook heel erg mooi. Bereshit bara Elohim. Hashemayim et ha'aretz. Beginning. Beginning. Ja, goed. Bereshit. Het is heel mooi. Ik ga er nou verder niet op in. Maar in het Hebreeuws is het geweldig wat er staat. Het Hebreeuws is een hele bijzondere taal. Het Hebreeuws is een taal, dat zou je niet zo snel zeggen, maar die, de letters van het Hebreeuws: dat zijn plaatjes. Het zijn pictogrammen, zo moet je het zeggen. Ze hebben daar proefjes mee gedaan en een, groep jonge mensen uitgelegd wat de letters betekenden qua pictogram. En dan lieten ze die mensen Hebreeuwse woorden zien en dan moesten die mensen gokken wat die woorden betekenden. En ze gokten dus goed hè. Nou ja, niet alles, maar puur op basis van de plaatjes van de letters. Wat je in het Chinees ook hebt, want bij het Chinees heeft een woord een pictogram. En daarom heb je in het Chinees ook belachelijk veel tekens. Dus op het Chinees raak je bijna niet uitbestudeerd. En in het Hebreeuws heb je maar 22 tekens. En waarom 22? Nou, 22 gedeeld door 7, dat is pi. En pi is de verhouding tussen de omtrek... Van een cirkel gedeeld door de diameter van de cirkel. De verhouding tussen de omtrek en de diameter, dat moet je zeggen. Ja, Hebreeuws, heel mooi. Kijk, dus voor, een, voor iemand die gelovig is vind ik het of is het, ik denk dat ik dat moet zeggen, is het van minder belang dat die wetenschappelijk minder onderbouwd is? Want die weet dat er een domein is waar God de dominante factor is en die vertrouwt erop dat God achter de Bijbel zat. Toen de Bijbel werd geschreven en dat God erop toe heeft gezien dat wat in de Bijbel is opgeschreven, dat dat was zoals Hij wilde dat het opgeschreven zou worden. Dus die mensen gedragen zich naar wat ze lezen in de Bijbel. En zijn daarmee per definitie op de goede weg als het gaat om moraal. Het gaat mij om de ongelovige mens. Die zichzelf voor het gemak maar even atheïst noemt, of nihilist. of ze weten niet precies wat ik ben uh, is me. Of ik ben humanist. En die groep, dat die niet wetenschappelijk onderbouwd is. Ja, dat is dus een dubbel hia hiaat. Want dan ben je en niet geloofsmatig goed onderbouwd, want je accepteert de Bijbel niet. Dus die hoek laten me zitten. En dan de wetenschappelijke hoek... waar Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer... en mensen dus als Jordan en... Um, wat zeg ik nou net? Sheldrake. Maar daar kan je ook daar kan je nog meer bij mee opnoemen hoor. Er is ook nog een vrouw die daarmee... Lynn McTaggart heet ze. The Field is een boek van haar. Een titel van een boek van haar. The Field van Lynn McTaggart... En nog een andere man. Van de Biology of Perception. Lipton, Bruce Lipton. Kijk, als je dat dan ook niet doet. Ja, waar blijf je dan met je. met je kennis van het leven? Wat moet jij de nieuwe generatie meegeven als volwassene? Dat je als kind van toeten nog blazen weet, dat, dat, dat vind ik niet zo'n probleem. Maar als jij een jaartje of veertig bent, ja, dan vind ik dat je omgeving van jou mag verwachten dat je inmiddels wel wat weet. Maar wat weet je dan? Dat je atheïst bent? En als iemand aan jou een vraag van uh, waar komt het leven vandaan, dat jij moet zeggen van ja, zeg uh, ik, uh, ik, ik leef pas uh, 40 jaar en niet zo dat soort ingewikkelde vragen aan me stellen en uh, dat je erop komt man, dat jij je dat afvraagt waar komt het leven vandaan? Ha, ik wist niet eens dat dat een vraag was. Nou, knap hoor van je. En heb je er zelf wel eens over nagedacht? Ja, ik niet. Ja, waar ben je dan mee bezig als mens? Ben je dan trots op jezelf? Tja, toch? Ja, het is jouw leven. En het is in die onwetendheid dat zo'n club zoals de Sociëteit van Jezus, die moordende, liegende, vrouwenverkrachtende, kinderverneukende club, die vrij zijn gang kan gaan. want wij hebben de hele boel maar laten varen. Dus een ja, ik weet niet of het een schande is. Ik weet niet of je dat zo moet benoemen. Het is misschien erger dan een schande. <tus> Misschien is een schande nog een eufemisme. En dan ook op het gebied van geschiedenis weten wij helemaal niks. En hoeveel mensen weten er nu, heden ten dagen, dat de aanval op Pearl Harbor. Die de aanleiding was dat Amerika zich ging bemoeien met de Tweede Wereldoorlog. hier in Europa, op het vasteland van Europa. Hoeveel mensen weten heden ten dagen. dat die aanval gepland was. in goed overleg met de Japanse overheid. en dat die aanval gepland was. door de Amerikaanse overheid. Het was helemaal geen verrassingsaanval. Dat was gepland. Kijk, zo zijn wij mensen. Ja, aan de ene kant uh, zijn wij dus zo dat wij dat doen. We zitten dus te overleggen. En dan willen we even een lekkere, vette oorlog. Dan ja, gaan we die Duitsers even pakken, hoor. Ja, want we zijn het nog steeds niet vergeten. Dat gaan doen met Maarten Luther. En uh, nee, dat Duitse volk, man. Uh, dan moet je even goed weer een uh, lesje geleerd krijgen. Ja, en uh, ik dacht zelf, uh, dan gaan we die, uh, die jappen. daar gaan we die jappen even bellen. Ja, zal ik dat doen? Dat, dat zijn wij. Dat zijn de ongelovige beesten. Onder ons. Waarvan je niet mag zeggen dat ze van de apen afstammen, vind ik. Want dat is niet respectvol naar de apen toe. Dus dat zijn wij aan de ene kant. En dat we even zo'n aanval op Pearl Harbor, dat wordt helemaal geregeld, wordt gebeld met de Japanse overheid. Blablabla. Nee, dat gaan we doen. Uh, hang ja hang, san, huppeltje, pup. Aan het Amerikaanse volk wordt natuurlijk helemaal niets verteld en dan is die aanval daar en dat doen we heel verbaasd. En dan gaan we het volk opstoken en dan gaan we het volk naar Europa sturen om zich daar te laten doodschieten in een oorlog tegen Duitsland. Want Duitsland had concentratiekampen met Joodse mensen erin. En die concentratiekampen die waren gefinancierd onder andere door Amerikaanse banken. Prescott Bush, de opa van Herbert Walker... nee, van George Walker Bush. De vader van... Uh, George Herbert Walker Bush. Die, die laatste die is inmiddels overleden. Die man is nog negentig geworden. Best oud. Die man, hè, George Herbert Walker Bush... die heeft laten opschrijven... voor zijn biografie... Uh, zoiets als... als het Amerikaanse volk er ooit achter was gekomen... wat wij ze hebben aangedaan... en wat we ze aan zouden gaan doen... en deden... hadden ze ons gelinched. Hadden ze ons opgehangen aan de hoogste boom. Maar ja... het Amerikaanse volk had niks in de gaten... dus die heeft ons lekker onze gang laten gaan. Nou ja, zie hier het resultaat. Ja, dat is een leuke boel... En wij kennen dus onze geschiedenis niet. Dus, uh, dat is behoorlijk vervelend. Ik kan ook iedereen adviseren om contact op te nemen met Jurk Liesman. En te vragen of je alsjeblieft mee mag luisteren op zondagavond als er geschiedenisboeken worden voorgelezen. Dan je een uurtje lang, uh, één uur in de week, krijg je een geschiedenisles. Dat is dan weliswaar in het Duits, maar uh, nou, één uur in de week. Dan doe je nog iets aan je, aan je geschiedkundige kennis. Ja, of je luistert naar mij, want ik vertel het natuurlijk ook... Uh. Jij weet nu ook dat Pearl Harbor dat was een valse vlagoperatie en het was. Het was enige doel om die Amerikanen te betrekken in een conflict waar ze niks mee te maken hadden. Hetzelfde geldt ook voor die oorlog in Vietnam. Daar had je een incident in de golf van Tonkin. Een incident wat alleen maar in de krant heeft gestaan. en niet in het echt is gebeurd. Nooit niet. Maar wel uh, half Amerika op de achterste poten. Nee, dat kan niet. Nee, daar gaan we wat aan doen. Ja. 30.000 dode Amerikanen. Voor niks. En wie zat erachter? Achter die Vietnamoorlog? Was kardinaal Spelman. Kardinaal Spelman. Het was een reetredder, ook nog een keer. Een praktiserende homoseksualiteit uh, ventje. Ja, maar je moet heel respectvol doen, hoor, over homoseksuelen, want dat zijn ook mensen. Ja, natuurlijk, Een Kardinaal Spelman was een er uh, was een homoseksuele man. En uh, die heeft uh, de Vietnamoorlog even geregeld. Fijn hè, dat soort homo's. Nou, vind ik wel hoor. Als een homo dan. Uh, wat zei je, Perrie? 30.000 doden. Nou, ik vind het moet kunnen hoor. Voor een homo. Hoef je niet gelijk te zeggen dat hij homo is. Moet gewoon kunnen. Ja, ik vind gewoon niet dat het kan. Ja, het zijn van die dingen. En het goede bericht voor ons is dat de waarheid nu met het internet aan je opgelepeld wordt. Het enige wat je hoeft te doen is dat je niet kijkt naar al die kattenfilmpjes en, en die andere kattenfilmpjes met een U in plaats van een A, maar dat je gaat kijken naar dingen die je echt goed doen. Er is een hele mooie documentaire en die heet zoiets als. De lamp in de duisternis of zo. Lamp in the dark. Als je het interessant vindt, dan moet je me even een reactie geven hieronder. Dan ga ik het wel voor je uitzoeken wie dat ook alweer was. Oh, ik weet het. Pinto. Chris Pinto. Pint van uh, Pintje Bieren, maar dan Pinto. En dan Chris, net dat als dat je in Nederlands Chris hebt. C-H-R-I-S. Schrijf maar even op. Chris Pinto. Lamp in the Dark. En Chris Pinto heeft mooie uh, documentaire films gemaakt. Heel informatief. En Chris Pinto kan goede documentaires maken. Lekker, uh, lekker tempootje erin. Niet te langzaam, niet te snel. Echt ja, goede films. Hij heeft ook nog iets als. Uh, een kaf en het koren. Terrace en weed. Of zoiets. Kaf en het onkruid is dat, denk ik. Ja? Maar die weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar die andere Lamp in the Dark van uh, Chris Pinto. En dan Bill Hughes met uh, The Secret Terrorists. Die PDF kan je denk ik gratis downloaden. Over de Vietnamoorlog heb je het werk van Avro Manhattan. En als je al die oorlogen gaat bekijken, met dit soort input, hè, deze auteurs erbij, en niet die officiële staatspropaganda, jezuïtisch gecontroleerde tekstjes. Nee, wat mensen zelf hebben opgeknobbeld en bij elkaar hebben verzonnen. En dan krijg je het beeld, dan zie je wat ik ook zie. Namelijk dat die universele kerk dat allemaal eventjes geregeld heeft, terwijl wij dachten dat er niks aan de hand was. En de universele kerk voor jouw input, als je daar meer van wil weten van die achtergrond, dan zou ik je willen adviseren om te kijken naar de films van, documentaire films, van Jean... Heros. H-R-O-S-S. Die man die staat in de links onder deze video. Even een stukje naar beneden scrollen. Jean Heros. En Heros, dat is heel oud Engels en dat betekent paard. Wij kennen nu het woord horse, maar vroeger zeiden ze ook heros. Jan paard heette hij dus eigenlijk. Jean is Jan. en hij vertelt je netjes hoe de, de kerk, de, de universele kerk hoe die is volgestroomd met de tweede en derde en vierde geborenen van de adel. En bij de adel is het zo dat de eerstgeborene die krijgt alles en de rest yeah, nou ja, die moet me zien. Maar we gaan niet het kapitaal van paps en mams verdelen, want ja, dan heb je per generatie brokkelt er een stuk af en ja, uiteindelijk hou je niks meer over. Dus is het gebruikelijk om alles over te dragen aan de eerstgeborenen. Ja, en wat moeten die tweede en derde en vierde dan? Ja, die krijgen dan mooie baantjes in de universele kerk gebeuren. En Jean Ros zegt dan dat er vanuit, die, vanuit de kerk dus een, noem het maar een, een opstand is gekomen tegen de eerstgeborenen uit jaloezie door die tweede en derde geborenen van nou zeg en wij krijgen helemaal niks en die eerstgeborenen die hebben maar alles. Nou we gaan het gewoon terugpakken via de kerk en dat dat gebeurd is. Dat vind ik een hele plausibele verklaring. Dat dat dus de drijfveer is achter de universele kerk. Dat het gaat om hebzucht, punt 1. Nou ja, dat is niet zo verwonderlijk. En dat het dus gaat om een strijd tussen ja, broeders eigenlijk. De tweede, derde en vierde geborenen tegen de eerstgeborenen. Omdat ze ook wat voor het zeggen willen hebben. En niet altijd de tweede viool willen spelen, omdat ze later werden geboren. Ja En die documentaires van jean en Ross zijn goed, vind ik. ...heel duidelijk. En laten goed zien dat er een... ...een zwaar satanistische agenda bezig is... ...all over the world. En hij concentreert zich dan met name op Zwitserland. Maar dat maakt niet uit. Het is dus ook in Zwitserland. ah is het maar zo... Dit is maar zo voor ons om te accepteren. Het gaat niet weg als wij het niet onderkennen. En hier in Nederland. onze politiek zit helemaal aan de leiband van de paus. Onze koning gaat netjes. eens in een zoveel tijd op bezoek bij Vaticaan. Dat doet Mark Rutte ook hoor. De EU. Die instantie is van de paus. Dat heeft de paus verzonnen. De eerste Europese president was een Jezuïet. Of daaraan gelieerd door die uh, sociëteit van Jezus, die uh, niet iedereen die erbij zit, uh, zet netjes S.J. achter zijn naam. Dat hoor je dus wel te doen, hè? La 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 Pieter van der Barendrecht, Spatie S.J. Maar dat doet niet iedereen. Dat is ook niet de bedoeling. Er zijn wereldwijd, dacht ik, iets van 30.000 jezuïeten. Dat zijn er niet eens echt veel. Hè? Maar die zitten, hele, die zitten op hele machtige posities. Ja, dat wordt nog een heel ding. Voordat we die tent, die club eruit gewerkt hebben hoor. Het gaat niet makkelijk worden. Jojo, de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Het zijn dus dingen. Dat is mijn boodschap. Die zich afspelen op twee terreinen. En in punt 1 heb je de, de verwezenlijking van die oorlogen. En dan heb je het over de, ja, het vals spelen en het liegen, wat er zich afspeelt op een hoog niveau. En aan de andere kant heb je onze onwetendheid en onze immoraliteit. Die dat allemaal mogelijk maakt. En mijn dochter, die weet niets van geschiedenis. Maar ze weet wel alles van het feit dat haar vader... een hele ouderwetse mening heeft over transgenders... en die mening van papa, die deugt niet... Daar word ik niet boos om. Ik irriteer me er dood aan. Kijk, ik heb gelijk. En mijn kind niet. Want ik ken mijn geschiedenis wel. Ik weet dat de vrijwillige castratie... dat is van alle tijden... Als je het hebt over heidense samenlevingen. En niet over christelijke samenlevingen. Een samenleving waarin mensen bijbelgelovend zijn, zich houden aan het woord van God. Uh, wordt er geen man geboren die gaat willen, gaat verlangen dat zijn penis eraf gesneden wordt. Tuurlijk niet. Ik heb gisteren met uh, Jurk en Michael uh, een stukje Bijbel gelezen. Het ging over Genesis 9. Er kwam een hele goede uitleg van, uh, van Jurk uit. Ik, even uit. Ik pak even de King James erbij, hoor. Genesis 9. En dan staat hier in Genesis 9, hoofdstuk 9. Genesis is het eerste boek van het Oude Testament. Van het Tanach. Daarvan het negende hoofdstuk, vijfde vers. Dat luidt als volgt. And surely your blood of your lives will I require. En dat betekent... Als ik de statenvertaling erbij pak. Het is niet eens voor de hand liggend. Ik denk dat jij niet zo 1, 2, 3 weet wat dit betekent. Of wel? Dat is ook niet erg hoor. Ik wist het ook niet. In het Nederlands, in de statenvertaling staat. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen, eisen. En dat betekent dat jouw lichaam niet van jou is. Het is van God. God eist jouw bloed, dat is het vlees met je ziel. Dat is de, de, de God eist dat op. Dus jij hoort je lichaam niet te mutileren. Dat hoort niet. Je mag volgens de Bijbel ook geen zelfmoord plegen. Dat recht heb je niet. Je kan het wel doen, dus ieder mens kan het doen. Maar het hoort niet. Het is dus niet naar de wil van God. Snap je? Ik zal nog een mooie subtitel bij deze uitzending gaan verzinnen. Dat wordt denk ik zoiets als de buitenkant en de binnenkant. Of de bovenkant en de onderkant. Van de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Want oorlog is er, hoor. Ik, ik bedoel ook uh, in het klein. En mijn dochter, die is door de moeder meegevraagd naar een kerstviering bij, de, bij een oom. Dat is de zoon, de, de, zoon de, de broer van haar moeder, mijn zwager dus. En mijn dochter was hier voor een paar dagen terug en die zei: van nou, dit was eens, maar nooit weer. Ze was boos. Letterlijk zei ze: dat hij onaardig doet tegen zijn kinderen, dat moet hij weten. Dit was eens en nooit weer. Ik vond het leuk om die te zien, ik vond het leuk om die te zien. Maar hij, die onaardig doet tegen zijn kinderen, mijn zwager dus. En hij doet onaardig tegen kinderen. Hij doet onaardig namelijk, ook tegen kinderen. Kinderen die dat helemaal niet begrijpen waarom die man zo onaardig doet. Maar zo is hij. Kijk, dat is oorlog voeren, snap je? Nee, dat is toch. Uh, dat is dan weer oorlogvoering op het hele kleine persoonlijke terrein. En de waarheid. Uh, ja, de waarheid en die man, die zwager. Dat gaat ook niet samen. Snapt hij ook niks van. Ja, en daar ga je dan. Maar goed, mijn dochter die zei: uh, Dit was eens en nooit weer. Ik, ik, waarschijnlijk komt ze er dan helemaal niet meer. Dat is misschien ook nog maar het beste. Hey, jullie hartstikke bedankt. Nou, wish me luck bij het voorbereiden van de volgende, die ik ga houden over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Ik vind het een fijn onderwerp. Ik kan er echt van, van alles in kwijt. Lekker ruim bemeten en toch niet te ruim. Ja. Nou, en op zijn hamburg zeg ik dan tegen jullie: Tjus en dag lieverds.